Hi, ik ben Nick van Oosten. Als je nou zelf je regenpijp gaat vervangen, is het belangrijk om op een aantal dingen te letten. Eén is dat je de verbindingstukken van boven naar beneden altijd in elkaar laat schuiven. Dus regenwater komt hierin, gaat die kant op. Doe je het nou andersom, dan zie je dat het water langstroomt en dan krijg je dus lekkage. Wil je nou echt een mooie regenpijp, dan adviseren we je om gebruik te maken van een dubbele wrong, zoals dit stuk. Dat maakt de bevestiging mooi en sierlijk. En ook om een zinken beugel te gebruiken in plaats van een zinkt stalen beugel. Dan verkleurt alles mooi egaal. Als je nou een kleine sprong moet maken, dan is dat het makkelijkste om te doen met een standaard sprongbocht. Deze maakt een sprong van 5 centimeter. Die kant komt in je dakgoot, die kant in je regenpijp. En je bent klaar. In de meeste gevallen, als je je regenpijp gaat vervangen, heb je te maken met 2 vaste punten. Namelijk onderin je rioolontsluiting en dan bovenin je dakgoot. Om de pijp ertussen te monteren heb je dus een stuk nodig met wat overlap. Dat doe je onderaan met een verlengde mof of met een bladvanger welke ook een verlengde mof heeft. Je hebt hierdoor wat ruimte om je pijp op en neer te bewegen. Als laatste wil ik je nog even de 4 kleuren zink laten zien. Dat is namelijk de blanke zink, de Nova, de Neo en de Noir. Wanneer kies je nou welke kleur? Uiteraard is het belangrijkste wat je mooi vindt. Maar ook in situaties waar bijvoorbeeld je regenpijp gedeeltelijk overdekt is, bijvoorbeeld bij een overstek en gedeeltelijk niet, adviseren we altijd om een van de kleuren te kiezen. Deze zijn namelijk al gepatineerd en die zullen dus gelijkmatig verkleuren. Op het moment dat je blankzink gebruikt en een gedeelte is droog en een gedeelte hangt in de regen, zul je zien dat die ongelijkmatig verkleurt, wat uiteindelijk minder mooi is. Wil je nu precies weten hoe je zinken regenpijp vervangt, kijk dan op onze klusvideo. Of bestel direct al je spullen op oosterk.com.